Van harte welkom bij deze bijzondere sessie waarin we jullie meer informatie willen geven over de verschillende keuzemogelijkheden die jullie hebben. Een studierichting kiezen ligt niet voor de hand. Vandaar presenteren we jullie deze voorstelling waarin verschillende leerkrachten een woordje uitleg zullen geven over hun vakgebied. Er staan nog een aantal activiteiten op het programma die het maken van de juiste keuze zullen ondersteunen. Hiermee bedoel ik de ouder- en leerlingencontacten en de klasseraden die in de loop van mei en juni gepland staan. Op dit moment is het natuurlijk nog even koffiedik kijken en volgen we het nieuws op de voet. Lukt het niet om op school af te spreken, dan vinden we zeker een andere oplossing. Ik neem jullie graag mee naar de volgende dia waar we de verschillen tussen de eerste en de tweede graad bespreken. In de eerste graad is het zo dat iedereen dezelfde basisvorming krijgt. Enkel de klassieke talen en de stemvakken maken er het verschil. Als je dus meer uren voor een bepaald vak hebt, betekent dit een rustiger tempo. In de tweede graad daarentegen wordt het basispakket uitgebreid met specifieke richtingsvakken, ook wel de poolvakken genoemd. Straks hoor je de leerkrachten die deze poolvakken geven aan het woord. Het verschil in aantal uren betekent hier een programma uitbreiding. Anders gezegd, heb je meer uren, dan krijg je ook meer leerstof te verwerken. De gedetailleerde lessentabellen vinden jullie terug op onze website, waar jullie alles nog eens rustig kunnen bekijken. Samengevat wil dit zeggen dat de moeilijkheidsgraad van de leerstof en het werktempo hoger liggen dan in de eerste graad. In de tweede graad worden de leerlingen ook uitgedaagd om zelfstandiger aan de slag te gaan. Dit zijn belangrijke stappen in de groei naar volwassenheid. Want wij zijn een doorstroomschool met als doel dat leerlingen kunnen verder studeren aan een hogeschool of universiteit. Nu, om een keuze te maken die aansluit bij je talenten, moet je jezelf een aantal vragen durven stellen. Wie ben ik? Waar ben ik goed in? Welke vakken doe ik graag? Wat zou ik later willen doen? Hoe graag studeer ik? Hoeveel tijd wil ik aan mijn studie spenderen en hoeveel tijd wil ik overhouden voor mijn hobby's? Wel, de website www.onderwijskiezer.be kan jullie hierbij een handje helpen. Hier vind je namelijk twee interessante vragenlijsten die je kan invullen. De I like en de I study vragenlijsten. Enerzijds ga je bij jezelf op zoek naar je interesses en belangstelling. En anderzijds neem je je eigen studiehouding onder de loep. Het is dus zeker de moeite waard om hier even tijd voor te maken. Dan geef ik nu graag het woord aan mijn collega's. Hallo, ik ben Chantal van Malen, leerkracht wiskunde en wiskundestem in het derde jaar. Wat het vak wiskunde betreft, hoef ik het niet echt voor te stellen. Iedereen heeft al over Pythagoras gehoord, x en y, vierkantswortels, sinussen, cosinussen enzovoort. Bovendien zijn jullie er allemaal van overtuigd dat wiskunde boeiend, maar soms ook moeilijk is. Dat je inzicht moet hebben, vlot moet kunnen rekenen enzovoort. Jullie dromen er dan ook van dat je kind er goed in is. We zetten nu eerst een aantal zaken op een rijtje. Net als in het tweede jaar zijn er richtingen met 4 uur en met 5 uur wiskunde. Maar hier houdt elke vergelijking op. Vanaf nu betekent minder uren wiskunde, effectief minder wiskunde, dus ook een ander leerplan. De volgende dia geeft een duidelijk overzicht van de verschillen tussen beide richtingen. Stel dat u een kind hebt dat heel erg in wiskunde geïnteresseerd is, maar eerder traag van begrip is en het lastig heeft om abstract te denken, dan is 4 uur aangewezen. Het spreekt voor zich dat leerlingen die 4 uur wiskunde volgen, een goede brede basis krijgen. Door onze sterk geleide aanpak willen we hen op wiskundig vlak meer zelfvertrouwen geven. Zo zullen ze, hopelijk toch na enige tijd, zelf verschillende oplossingsmethoden verwerven en gebruiken. In de richtingen met 5 uur wiskunde
trachten we op verschillende manieren de interesse van de leerlingen nog meer te prikkelen. Zoals u ziet, wordt voor leerlingen in de 5 uur de basisleerstof aangevuld met leerstof waarbij abstract en theoretisch moet nagedacht worden. Naast de standaardoefeningen komen nu ook inzichtsoefeningen en oefeningen waarbij verschillende leerstofdelen worden gecombineerd. De aanpak varieert, soms geleid, soms zelfontdekkend, maar altijd in een hoger tempo. De evaluatie is dan hiermee in overeenstemming. Aan de hand van volgend voorbeeld zal ik proberen het verschil tussen 4 uur en 5 uur te illustreren. Bijvoorbeeld, bij driehoeksmeting in rechthoekige driehoeken beginnen we zowel in de 4 uur als in de 5 uur met basisoefeningen. In de 4 uur blijven we dat verder inoefenen. In de 5 uur gaan we peilen naar inzicht en moeten de leerlingen bij de oefening zelf op zoek naar de rechthoekige driehoeken waarin ze de berekeningen kunnen doen. Ook op het examen krijgen leerlingen van de 4 uur en de 5 uur soms dezelfde opgave. Maar leerlingen van de 4 uur krijgen deelvragen om zo de vraag goed te kunnen oplossen. Leerlingen van een 5 uur zullen echter zelf moeten nadenken over de oplossingsmethode. Om nu te weten of 5 uur wiskunde bij uw kind past of niet, overloop ik met u graag het ideale profiel. Dit is interesse hebben in wiskunde, inzicht hebben, abstract kunnen denken, zelfstandig kunnen werken, een hoger tempo aankunnen, dagelijks thuis met wiskunde willen bezig zijn, en aanvullend voor leerlingen die kiezen voor STEM, interesse hebben in technologie en programmeren. Maar wees gerust, in onze klasse met 5 uur hebben niet alle leerlingen dit volledige ideale profiel. Aan sommige eigenschappen kan echt wel gewerkt worden, zelfs aan het tempo. Elk kind is verschillend, verschillend in aanleg en karakter. Wij proberen samen het beste in de leerlingen naar boven te halen. Ook in de tweede graad kan je natuurlijk kiezen voor klassieke talen. Zowel bij Latijn als bij Latijn-Grieks heb je de mogelijkheid van 4 of 5 uur wiskunde. De verschillende lessenroosters kan je hier in detail bekijken. Sommigen vragen zich wellicht af waarom ze Latijn zouden verder doen in de tweede graad. Laten we de vraag anders stellen. Waarom zou je het niet doen? De meeste woordenschat heb je ondertussen onder de knie. In het derde en vierde jaar krijg je soms nog eens nieuwe woorden bij een tekst, maar de basisfok blijft dezelfde. Qua grammatica hebben jullie in het tweede jaar al een grote inspanning geleverd. In het derde jaar gaan we nog dieper in op de structuur van de zin. We lezen langere en complexere zinnen die jullie taalgevoel nog meer zullen aanscherpen. Daarvan zal je niet alleen in Nederlands, maar ook in alle andere talen, Frans, Engels, Duits, de vruchten kunnen plukken. Vanaf de tweede graad zullen we ook in staat zijn om steeds mooiere, interessantere en diepgaandere teksten te lezen. In het derde jaar ontdekken we dat de onderwerpen waarover de Romeinen schreven universeel en dus vandaag nog steeds erg relevant zijn. Thema's die we onder andere behandelen zijn liefde, gezondheid, ziekte en dood en magie en wraak. Als je het zo opsomt, dan krijg je nog steeds de ingrediënten van de hedendaagse populaire literatuur. Wist je zelfs dat Harry Potter vertaald is naar het Latijn? Ook daar lezen we een stukje uit. Uiteraard confronteren we bij die thema's steeds de opvattingen van vroeger met die van vandaag. We leren ook over een aantal belangrijke veldheren uit de klassieke periode. Wat kunnen we van hen leren over ambitie, wijsheid en bescheidenheid? In het vierde jaar zijn we eindelijk klaar voor de ontmoeting met de echte klassieke auteurs die ons via hun bewaarde teksten toespreken. We ontdekken dat de ware boodschap niet in, maar wel tussen de Latijnse regels te lezen valt en trainen zo ons kritisch denkvermogen. Plinius bijvoorbeeld laat zien hoe je in heel onschuldige brieven toch uitmuntende reclame kan maken voor jezelf. Vanuit zijn brieven, onder andere over de uitbarsting van de Vesuvius en over de relatie met zijn vrouw, kunnen we heel wat culturele elementen bespreken. Caesar toont zich in zijn De Bello Gallico, het eerste werk dat zich afspeelt in onze gebieden, dan weer een meester in propaganda en fake news.
Het doorprikken en achterhalen van deze mechanismen is misschien nog nooit zo relevant geweest als vandaag. Aangezien meerdere wereldleiders zich nog steeds van Kaizers technieken bedienen en op social media verschillende partijen, instanties en bedrijven je voor zich willen winnen. Ovidius en metamorfoses of gedaanteverwisselingen maken de moderne lezer dan weer duidelijk dat alles voortdurend in verandering is, maar dat de kern van de dingen sowieso blijft bestaan. Via kleurrijke personages en onvergetelijke godenverhalen geeft hij ons een inzicht in psychologie. En door zijn Daedalus en Icarus verhaal laat hij ons ook nadenken over wetenschap en ethiek. Je hoort het al, ook voor toekomstige wetenschappers is Latijn een plus. Uiteraard zijn wetenschap en techniek vandaag heel belangrijke domeinen. Toch kunnen we die niet loskoppelen van onze samenleving. Als we iets ontwerpen, iets uitvinden of ontdekken, dan gebeurt dat niet in een vacuüm, niet los van onze samenleving. Je moet weten welke pogingen er in het verleden al zijn ondernomen en met hoeveel succes. Het verleden als leraar, weet je wel. Technologie en wetenschap brengen ook een heel belangrijke verantwoordelijkheid met zich mee. Je moet daarvoor weten hoe de maatschappij werkt, hoe mensen denken, welke verschillende invalshoeken en valkuilen er zijn. Iets waar je in de klassieke talen voortdurend mee bezig bent. Klassieke talen staan dus een carrière in wetenschappen of technologie zeker niet in de weg. Ze kunnen die alleen maar verrijken. Het is dan ook goed om te weten dat na een tweede graad Latijn alle richtingen, ook die met veel wetenschappen en wiskunde, open liggen en mogelijk zijn. Hoe de arbeidsmarkt er trouwens over 20 jaar zal uitzien, valt niet te voorspellen. Artificiële intelligentie zal sowieso veel jobs overnemen. Zelflerende computers zullen uit zichzelf niet alleen kunnen vertalen, maar wellicht ook kunnen programmeren. Om ons telkens aan die snelle evolutie aan te passen, zullen we moeten beschikken over veel flexibiliteit en emotionele intelligentie. En laten ook dat net twee zaken zijn die we proberen te trainen in de klassieke talen. Ga je voor de studiekeuze wetenschappen of wetenschappen met STEM, dan maak je een boeiende keuze. STEM staat voor Science, Technology, Engineering en Mathematics. In beide studierichtingen krijg je een flink pakket wetenschappen, namelijk 2 uur per week fysica of natuurkunde, 2 uur per week chemie of scheikunde en 2 uur per week biologie of de studie van de levende natuur. Dat geeft een totaal van 6 uur wetenschappen per week en dat is een stuk meer dan in andere studierichtingen. Je krijgt dan ook een uitbreiding van de theorie en heel wat practica wetenschappen. Tijdens deze practica gaan leerlingen aan het experimenteren in een onderzoeksopdracht. Dat kan bijvoorbeeld een biologisch onderzoek zijn naar de bouw van spiercellen met een microscoop. Of een chemisch onderzoek zijn naar een vervuilende stof in water. Als er dus een onderzoeker in jou schuilt, dan is een van deze studierichtingen de perfecte keuze. De link met de actualiteit wordt ook steeds gemaakt. Over de hele wereld zijn wetenschappers momenteel op zoek naar een vaccin voor het COVID-19-virus en proberen ze het gedrag van dit virus in kaart te brengen. Maar ook andere maatschappelijk actuele thema's, zoals de energiebesparing, waterzuivering, luchtvervuiling, hebben een directe link met wetenschappen en het wetenschappelijk onderzoek. Kies je voor wetenschappen met STEM, dan ga je aan een hoger lestempo wetenschappen en talen verwerken in combinatie met een sterk pakket wiskunde. Interesse en aanleg voor wetenschappen en technologie is strikt noodzakelijk. Voor leerlingen die reeds een pakket STEM volgen in het tweede jaar, is dit de logische studiekeuze. Andere leerlingen die willen instromen in deze studierichting wetenschappen met STEM, zullen tijdens de vakantie toch op zelfstandige basis een pakket computerwetenschappen, programmeren onder andere, en extra wiskunde moeten verwerken. In de richting wetenschappen met STEM gaat net als in de richting wetenschappen ruime aandacht naar de wetenschappelijke vakken biologie, fysica en chemie, die de levende en de niet-levende materie in al haar aspecten bestuderen. Maar wat is nu het inhoudelijke verschil tussen deze richtingen? STEM,
Science, Technology, Engineering en Mathematics, omvat namelijk projecten waarin wetenschappen, wiskunde, techniek, technologie, engineering en computerwetenschappen interdisciplinair aan bod komen. Je leert daaraan wetenschappelijk onderzoek doen en je oefent het probleemoplossend denken in een aantal grote uitdagende onderzoeksprojecten. In het derde jaar bouwen leerlingen bijvoorbeeld in groepjes een zelfstandig rijdende auto, die ze dan gaan programmeren met Arduino. Ze maken een museumbeveiliging met laserstralen. Ze ontwerpen een revalidatietoestel voor iemand met een spierziekte. En ze krijgen ook de mogelijkheid om deel te nemen aan de wedstrijd Natuur en Wetenschap. Als we eens kijken naar de lessentabellen voor de richting Wetenschappen en de richting Wetenschappen met STEM, en we plaatsen die lessentabellen naast elkaar, dan zien we dat in beide studierichtingen een sterk pakket wiskunde wordt gegeven, namelijk 5 uur per week. Wat betreft het pakket wetenschappen zitten we aan 2 uur per week fysica, 2 uur per week chemie en 2 uur per week biologie in de richting wetenschappen. En we zien dat in de richting wetenschappen met STEM daar 1 uurtje fysica en 1 uurtje biologie uitvalt. Maar dat is niet verloren, dat komt terug dat uurtje in het pakket STEM. Daarin zit namelijk 1 uur fysica STEM en 1 uur biologie STEM. Dat is meer toegepaste fysica en meer toegepaste biologie. Er zit daar ook 1 uur computerwetenschappen in, dat is programmeren, 1 uur extra wiskunde, wiskunde STEM, en 2 uur krijg je per week waarin je kan werken aan het project STEM. Samen geeft dat dus 6 uur per week pakket STEM. Informatica krijg je 1 uur per week in de richting wetenschappen, dat is voornamelijk Word en Excel. En in de richting wetenschappen met STEM staat daar nu 0 uur, maar goed, informatica wordt wel gegeven in die richting, dat zit namelijk in het vak computerwetenschappen, voornamelijk programmeren, maar natuurlijk Word en Excel worden daar ook in verwerkt. Frans krijg je 5 uur per week in de richting wetenschappen, en slechts 4 uur per week in de richting wetenschappen met STEM voor dezelfde leerstof. Dus je krijgt dezelfde leerstof in minder uren. Je wordt dus verondersteld van vrij sterk te zijn voor het vak Frans in de richting wetenschappen met STEM. Plastische opvoeding krijg je jammer genoeg niet in de richting wetenschappen met STEM. Dat geeft een totaal voor de richting wetenschappen van 32 uur per week. In de richting wetenschappen met STEM krijg je 1 extra lesuur op dinsdag, namelijk het 8e lesuur. Na 4 uur krijg je een 33e lesuur. Dat brengt het totaal op 33 uur in de week voor die richting. Graag geef ik nu een woordje uitleg over de richting humane wetenschappen. Inderdaad, vanaf volgend schooljaar, dat is het schooljaar 2020-2021, mogen wij voor de eerste keer op de Syndavo Humaniora de richting humane wetenschappen inrichten. We zijn heel blij, want we vinden het een zeer boeiende richting die absoluut haar plaats heeft binnen het ASO en dus ook op onze school. Humane wetenschappen is een richting die zich situeert binnen het domein mens en samenleving. Wat komt daar nu aan bod? Wel, je leert kritisch vragen stellen en omgaan met informatie. Belangrijk daarbij is zowel het verzamelen, verwerken en rapporteren van die informatie. Vaardigheden die vooral aan bod komen, zijn communicatieve en sociale vaardigheden. Bovendien maak je kennis met de wetenschappelijke benadering van mens en maatschappij in de gedrags- en cultuurwetenschappen. En dat brengt me meteen bij de richting specifieke vakken van de humane wetenschappen. Je krijgt namelijk 2 uur cultuurwetenschappen en 3 uur gedragswetenschappen. Laten we daar nu eventjes op inzoomen. Eerst en vooral de 2 uur cultuurwetenschappen. Binnen de cultuurwetenschappen komt een studieaanbod van cultuurfenomenen als media, recht, politieke en economische structuren en kunst en wetenschappen. Je hebt dus bijzonder veel interesse in de samenleving en de maatschappij als je voor deze richting kiest.
Verder zul je deze cultuurfenomenen specifiek gaan bestuderen, observeren en er reflectie over maken binnen de samenleving waarbinnen jij als leerling functioneert. Gedragswetenschappen dan. Je krijgt in deze richting 3 uur gedragswetenschappen. Wat wil dat nu eigenlijk zeggen, gedragswetenschappen? Wel, je gaat op onderzoek naar de rol van de mens in de samenleving en dat gebeurt door een studie van samenlevingsverbanden, communicatieprocessen en waarden en normen. Voorts maken we tijd, uitgebreid tijd, voor een kennismaking met interpretatiekaders en verklaringsmodellen uit de psychologie, de sociologie en de antropologie. Psychologie is jullie waarschijnlijk goed bekend als de wetenschap van de menselijke geest. De sociologie is de studie van de mensen en hun gedrag in hun sociale omgeving. Antropologie tot slot is de wetenschap van de mens in al zijn aspecten en dat is zowel fysiek als cultureel. Ben je geïnteresseerd door mens en maatschappij? Wil je graag gegevens kritisch interpreteren en op onderzoek gaan, zowel individueel als in groep? Ben je hier allemaal in geïnteresseerd en volg je graag de actualiteit? Dan is de richting humane wetenschappen misschien wel iets voor jou. Heb je hier verder vragen over? Wil je je verder informeren? Kan je zeker en vast contact opnemen met de directie of iemand van de leerlingenbegeleiding. Alvast bedankt voor jullie aandacht. Hallo, ik zal jullie met plezier een woordje uitleg geven bij de studiekeuze economie. Voor economie is er ook nog de keuze tussen 4 uur wiskunde of 5 uur wiskunde per week. Het verschil zit hem dan in een extra uurtje Frans wanneer je kiest voor de 4 uur wiskunde. Het is hetzelfde leerplan Frans als in de 5 uur wiskunde, maar bij de 4 uur wiskunde heb je dus een uurtje extra voor het ontwikkelen van de communicatieve vaardigheden. Economie in het derde jaar, daar kunnen we globaal over zeggen dat ondernemen centraal staat. In het derde jaar werken we met ons werkboek rond 3 thema's. Zoals u hier kan zien, thema 1, de kern van het ondernemen. En elk thema is gekoppeld aan verschillende onderzoeksvragen. U ziet hier bijvoorbeeld ook de eerste onderzoeksvraag. Welke activiteiten vinden in een onderneming plaats? Wat produceert een onderneming? Hoe komt de prijs tot stand? En zo verder. Dit wordt dan ook nog eens gelinkt aan onderzoeksopdrachten, waarbij leerlingen individueel of in groep op onderzoek gaan en een antwoord proberen te formuleren op verschillende onderzoeksvragen. Misschien een beeld dat sommigen nog herkennen van de hete zomer van 2019, namelijk landbouwers die hun tomaten, paprika's en groenten nog liever dumpten in velden in Vlaanderen dan dat ze ze eigenlijk aan de klanten zouden verkopen. Probleem, ze zouden moeten verkopen met veel verlies, er was te veel aanbod, de vraag kon dit niet bijhouden, dus liever dumpen dan verkopen. Misschien iets heel eigenaardig om te zien gebeuren, maar ook in het derde jaar gaan we daar dieper op in. Als we ook meer recent kijken natuurlijk met de coronacrisis, dan zien we ook van alles gebeuren met de prijzen. Als we denken aan benzine, als we denken aan de alcoholontsmettende handgels en zo verder. Vraag en aanbod. Thema 2 gaat vooral over werken in de onderneming. Waarom werken mensen? Wat bepaalt uw loon? Hoe wordt uw loon berekend? Hoe worden die afspraken gemaakt tussen werkgevers, werknemers? Wat doen die vakbonden daar en zo verder? Zeker al belangrijk ook voor leerlingen die voor de eerste keer binnenkort een studentenjob zullen uitoefenen en dan ook uiteraard goed moeten weten wat er op hun loonbriefje staat of wat er allemaal op hoort te staan. Uiteraard is er het verschil tussen bruto en netto, maar daar zitten nog heel wat tussenstappen bij. We bekijken ook de functie van de VDAW bijvoorbeeld en gaan ook dieper in op vakbonden, de rol van de overheid en de verschillende werkgevers. Thema 3 heeft als titel dan ondernemen is risico's nemen en beheersen. Wanneer ben je eigenlijk succesvol als onderneming? Kan je je resultaat een beetje plannen? Hoe volg je je prestaties van je bedrijf op? En zo verder. Misschien kennen leerlingen wel Shakeleer of hebben ze ooit een potje koekjesdeeg? Zijn ze dat ooit gaan kopen bij Do It, de pop-up shop niet ver van onze school?
Wij gaan alleszins dieper in op dit soort ondernemingen en allerlei ondernemingen met bijvoorbeeld de verschillende P's van de marketingmix. People, product, price, place, promotion. Hoe moet je dit als onderneming allemaal gaan uitwerken en hoe moet je ook rekening houden met uw klanten uiteraard. Dit alles komt dan samen bij het uitwerken van één groot businessplan, een ondernemersplan, dat we met een fictief bedrijf in groep gaan uitwerken en dan aan elkaar gaan voorstellen. We gaan dat pitchen om zodanig onze medeleerling te overtuigen om te investeren in onze onderneming. Wat zit er nog allemaal in het derde jaar economie? Uiteraard volgen we actualiteit op de voet. Het gebeurt meermaals dat de les begint met een stukje uit het journaal van de dag voordien of enkele dagen voordien en we daar dan wat dieper op ingaan. We werken enorm vaak met de computer, niet alleen voor het internet, maar werken vooral in Word, PowerPoint komt aan bod, maar vooral en zeker ook werken met Excel, grafieken, formules en zo verder. We gaan met z'n allen, of elke leerling wordt verwacht om toch naar de Open Bedrijvendag telkens op bezoek te gaan. Dat is de eerste zondag van oktober en daar een bijhorende opdracht bij te maken. En als leerkracht zijn we ook steeds op zoek naar de boeiendste bedrijven waar we eens op bezoek kunnen gaan. In het derde jaar doen we dat sowieso al bij Coca-Cola in Wilrijk, het distributie- en productiecentrum van Coca-Cola voor Vlaanderen. En dat zijn zowat de belangrijkste zaken voor economie in het derde jaar. Absoluut een aanrader. Goeiedag allemaal. Ik zou toch ook graag eventjes de studiekeuze moderne talen toelichten, omdat het gewoon een fantastisch mooie richting is. En ik wil dit graag illustreren met een van mijn favoriete quotes. The limits of my language are the limits of my world. En hiermee wil ik aantonen dat talen, in eender welke richting die je zal kiezen op Zimbabwe in de tweede graad, eigenlijk belangrijk zijn. Je hebt ook Engels en Frans in eender welke richting, maar er is een verschil tussen actief gaan kiezen voor een moderne taalrichting, omdat dan je talen echt wel een hoofdvak worden. Ik licht eventjes het verschil toe tussen een 2 en een 3 uur Engels. Ik focus op Engels omdat dat nu net toevallig het vak is dat ik zelf geef. Hetzelfde geldt wel voor Frans. Wat ga je hebben in een richting met 2 uur Engels, dus in een niet-talenrichting? Het lestempo gaat hoger liggen, omdat je ook wel de basisgrammatica moet zien, je moet ook woordenschat zien en je moet ook een beetje je vaardigheden trainen. In een 3 uur richting hebben we meer tijd om op die vaardigheden te oefenen en jouw leerstof te gaan integreren in taaltaken. Wat wil zeggen dat je in een 2 uur richting ook wel een beetje meer zelfstudie gaat hebben. Niet op vlak van zware grammaticale topics, maar vooral op vlak van woordenschat. Hoe gaan we nu te werk in een richting moderne talen, of in het vak Engels of Frans? Wat heel belangrijk is en wat leerlingen soms wel durven vergeten, is dat een taal altijd verder bouwt. Heel belangrijk is dat je je kennis van in het tweede jaar Engels meeneemt naar je derde jaar Engels, want we komen daar eigenlijk niet meer op terug. We gaan heel snel eventjes herhalen, maar we gaan altijd verder bouwen. Je kan niet na een tweede jaar plots zeggen, oh, ik vergeet nu hoe ik een tegenwoordige tijd moet vervoegen in het Engels. Nee, we gaan kennis uitbreiden en we gaan die vaardigheden gaan toepassen in leesopdrachten, spreekopdrachten, luisteropdrachten, schrijfopdrachten. En wie weet begin je ook wel te denken in het Engels en het Frans. Want wat is ons ultieme doel? Is dat je in de doeltaal kan communiceren. Heel belangrijk. Hoe gaan we dat oefenen en hoe gaan we dat testen? Dat is een geïntegreerde taaltaak. Een geïntegreerde taaltaak is een taak waarin je al je vergaarde kennis gaat integreren. Het spreekt een beetje voor zich. En je gaat het toepassen in één grote opdracht. Je gaat zowel woordenschat, grammatica als vaardigheden in je taaltaak steken. Dat is zeer belangrijk. Ja. Waarom is een taaltaak zo belangrijk? Het sluit aan bij de leefwereld van de jongeren. Maar het is ook bijzonder arbeidsintensief. We geven die taaltaak vaak 2 weken tot een maand op voorhand op, dus het doet wel een beetje beroep op je planningsvermogen. Het is niet de bedoeling dat je de avond voordat je de taaltaak moet brengen, eraan begint. Want dat gaat resulteren in ofwel een zeer lange nacht, of in een flop van een taaltaak. En dat zou bijzonder jammer zijn. We verwachten in een tweede graad dat je echt wel leert plannen en op voorhand werken. Als leerkracht Engels krijg ik ook heel vaak de vraag, hoe kan ik dat nu gemakkelijker maken? Ik vind Engels heel moeilijk. En mijn antwoord is altijd,
Hoe meer input je krijgt van een taal, hoe meer output je zelf gaat kunnen geven. Dus hoe kan ik nu in contact komen met die taal? Lees boeken in het Engels. En heel leuk is dat je er dan een audioboek bij neemt. Niks is leuker dan voorgelezen worden, maar je krijgt direct ook de juiste uitspraak van de woorden. En je kan jezelf geen fout Engels aanleren. Je kan ook films kijken. Ouders horen dat misschien liever, maar dat is echt wel een effectief tool om Engels te leren. En liefst van al, als je de ondertitels kan aanpassen, zet de ondertitels in het Engels. Opnieuw, dan werk je ook nog eens aan je spelling, terwijl dat je ontspant en aan jouw luistervaardigheid werkt. Je kan ook radio luisteren, je kan ook podcast luisteren. Er is eigenlijk heel veel aanbod van het Engels. En dit geldt allemaal voor Frans ook. Hoe meer je binnenkrijgt, hoe meer je zelf gaat kunnen reproduceren. Het is ook zeer belangrijk en het is een fantastisch mooie richting. Dankjewel. We hebben de verschillende leerkrachten aan het woord gehoord die uitleg hebben gegeven over de verschillende polen in de tweede graad. Met andere woorden, wat zijn accenten en verschillen tussen richtingen in die tweede graad? We vonden het belangrijk om de accenten goed in de verf te zetten, zodanig dat je kunt ontdekken wat je interesses zijn en dat je op die manier een positieve keuze kunt maken. Wat is nu een logische opbouw van je studieloopbaan van graad 1 naar graad 2 en van graad 2 naar graad 3? Daar zullen we nu even bij stilstaan. We zullen richting per richting op een rijtje zetten en dan logische overgangen geven of minder logische overgangen. Van de eerste graad naar de tweede graad is het vanuit de moderne wetenschappen met STEM logisch om naar economie 4, economie 5, humane wetenschappen of wetenschappen met STEM te gaan. Uiteraard hebben leerlingen die een eerste graad STEM hebben gevolgd een voorsprong op leerlingen die dat niet hebben gedaan. Vanuit de richting Latijn of Grieks-Latijn kun je in de tweede graad naar alle richtingen overschakelen, zonder dat je daar een inhaalbeweging moet voor doen. Hoe zit het dan van de tweede naar de derde graad? Want misschien heeft dat wel een invloed op je keuze. We zetten richting per richting op een rijtje van de tweede graad. Als we volle pijlen gebruiken, wil dat zeggen dat dat logische overgangen zijn waar geen inhaalbeweging voor nodig is van de tweede naar de derde graad. Als de pijl onderbroken is, dan betekent dat dat er wel een inhaalbeweging nodig is en dat de keuze minder evident is. Als er geen pijl staat, wil dat zeggen dat de overgang niet mogelijk is van de tweede naar de derde graad. Even kijken. Vanuit economie 4 kun je eigenlijk vlot overschakelen naar economie moderne talen met 3 uur wiskunde of economie moderne talen met 3 plus 1 uur wiskunde. Eveneens is het mogelijk om vanuit die tweede graad naar andere richtingen over te stappen, maar ze zijn minder evident. Bijvoorbeeld van economie met 4 uur wiskunde kun je nog overstappen naar economie wetenschappen met 4 uur wiskunde, maar belangrijk hierbij is om aan te stippen dat de 4 uur wiskunde in de tweede graad niet hetzelfde is als de 4 uur wiskunde in de derde graad. De complexiteit van wiskunde in de derde graad met 4 uur is hoger dan die in de tweede graad. Er zal dus een inhaalbeweging noodzakelijk zijn en die is niet evident. Het is nog mogelijk ook om naar moderne talen wetenschappen met 4 uur wiskunde over te stappen. Ook daar is het verhaal hetzelfde als bij de economiewetenschappen. Er zal een inhaalbeweging nodig zijn voor wiskunde. Vanuit economie 4 kan je ook nog naar humane wetenschappen overschakelen, maar daar zou je bereid moeten zijn om vaardigheden, wat gedrags- en cultuurwetenschappen betreft, en typische onderzoeksmethoden om die in te halen. Bovendien heb je een achterstand ingelopen qua kennis op leerlingen die al in de tweede graad humane wetenschappen hebben gevolgd. Het is dus mogelijk, maar een inhaalbeweging is ook hier nodig. Vanuit een economie met 5 uur wiskunde de tweede graad kun je vlot de overgang maken naar economie moderne talen in de derde graad met 3 uur wiskunde of met een extra uurtje wiskunde, economie wetenschappen met 4 uur wiskunde, economie wiskunde met 6 uur wiskunde, moderne talen wetenschappen met 4 uur wiskunde en wetenschappen wiskunde met 6 of 8 uur wiskunde. Er zijn dus nog heel veel richtingen mogelijk na die tweede graad. Uiteraard zijn klassieke talen dan niet meer mogelijk, aangezien de eerste en de tweede graad klassieke talen dan al gepasseerd zijn. Jullie zien een onderbroken lijn staan van economie 5 naar humane wetenschappen,
Het is hetzelfde verhaal voor elke richting, behalve humane wetenschappen zelf natuurlijk. Het is geen evidente overgang, maar het kan. De leerling zal moeten bereid zijn om vaardigheden en typische onderzoeksmethoden in te halen en ook wat kennis bij te benen. Humane wetenschappen heeft uiteraard een logische overgang van humane wetenschappen naar humane wetenschappen. Andere mogelijke overgangen, maar niet evident, is de overstap van humane wetenschappen naar economie moderne talen met 3 uur wiskunde, of het extra uurtje wiskunde erbij, economie wetenschappen met 4 uur wiskunde en moderne talen wetenschappen met 4 uur wiskunde. Uiteraard geldt hier dezelfde opmerking, namelijk dat voor richtingen met wiskunde met 4 uur wiskunde in de 30 graad, dat daar een inhaalbeweging zal nodig zijn. Het niveau en de complexiteit van wiskunde zijn hoger in een richting met 4 uur wiskunde 30 graad dan die 4 uur wiskunde in de 2e graad. Als je bovendien kiest voor een richting economie in de 30 graad, zal ook daar een inhaalbeweging nodig zijn. De meest logische overgang is dus evident 2e graad humane wetenschappen naar 30e graad humane wetenschappen. Vanuit de 2e graad wetenschappen, al dan niet met stem, is het logisch om over te stappen naar moderne talen wetenschappen met 4 uur wiskunde of een wetenschappenwiskunde met 6 of 8 uur wiskunde. Het zijn leerlingen die met een wiskundig wetenschappelijk profiel zitten in die richting, dus is het een evidente overgang. Uiteraard is het ook mogelijk om naar een richting te gaan met minder wiskunde, zoals bijvoorbeeld de economie moderne talen met 3 uur wiskunde of 3 plus 1 uur wiskunde, maar dan is er een inhaalpakket nodig voor economie. Ga je naar een richting economie wetenschappen met 4 uur wiskunde, is het daar hetzelfde verhaal, dan is er een inhaalbeweging nodig voor economie. Ga je naar economie wiskunde met 6 uur, is er uiteraard geen inhaalbeweging nodig voor wiskunde, maar ook voor economie. Je kan ook overschakelen naar een richting humane wetenschappen vanuit de 2e graad wetenschappen, al dan niet met stem. Maar daar geldt hetzelfde als bij de vorige richtingen, dat je bereid zal moeten zijn om een inhaalbeweging te doen voor humane wetenschappen. Uiteraard hebben de leerlingen die in de 2e graad al humane wetenschappen hebben gevolgd een voorsprong op de leerlingen die dat pas in de 3e graad doen. Dan zijn we aanbeland bij de richtingen met klassieke talen. Vanuit een richting Latijn met 4 uur wiskunde in de 2e graad is het evident om over te stappen in de 3e graad naar een richting Latijn moderne talen, eventueel met een uurtje wiskunde extra. Voor Grieks-Latijn geldt daar hetzelfde, namelijk dat daar ook een evidente overstap is om naar een richting te gaan met een lager aantal uren wiskunde, namelijk de Grieks-Latijn met 3 uur wiskunde, eventueel met een uurtje extra wiskunde. Het zou ook een optie kunnen zijn om naar Latijn wetenschappen te gaan, maar daar geldt hetzelfde principe als wat daarnet al is uitgelegd. 4 uur wiskunde in de 30e graad heeft een hogere complexiteit dan 4 uur wiskunde in de 2e graad, dus daar zal een inhaalbeweging nodig zijn, wat niet altijd evident is. We zien ook een aantal onderbroken pijlen, dat wil zeggen dat er overgangen mogelijk zijn, maar minder evident. Dan gaat het niet alleen over die Latijn wetenschappen, maar gaat het ook over bepaalde richtingen zonder klassieke talen. Misschien beslis je na de 2e graad om een klassieke taal of 2 klassieke talen te laten vallen. Wat zijn dan de mogelijkheden? Wel, dan kan je nog steeds overstappen naar een richting economie moderne talen met een inhaalbeweging voor economie. Je kan ook overstappen naar economie wetenschappen, wat op 2 punten een minder evidente overstap is. Namelijk, je moet een inhaalbeweging doen voor wiskunde, want zoals daarnet gezegd, die 4 uur wiskunde in de 3e graad zijn niet hetzelfde als die 4 uur wiskunde in de 2e graad. En bovendien heb je in de 2e graad geen economie gehad, wat ook daar een inhaalbeweging vereist. Verder kun je ook overstappen naar moderne talen wetenschappen, maar daar heb je een achterstand opgelopen voor wiskunde, dus daar is een inhaalbeweging nodig. Humane wetenschappen kan ook, met dezelfde opmerking als daarnet, namelijk dat vaardigheden, onderzoeksmethoden en kennis moeten bijgebeend worden. Tot slot, een richting Latijn met 5 uur wiskunde of Grieks-Latijn met 5 uur wiskunde. Daar is eigenlijk alles nog mogelijk, maar niet alles is zo evident.
Vanuit een richting Latijn met 5 uur wiskunde kun je naar een Latijn moderne talen, Latijn wetenschappen of Latijn wiskunde. Bovendien kun je vanuit een Grieks-Latijn met 5 uur wiskunde ook nog eens naar een Grieks-Latijn overstappen of een Grieks wiskunde met 6 uur wiskunde. Beslis je om je klassieke talen te laten vallen, dan kun je naar de moderne talen wetenschappen met 4 uur wiskunde of de wetenschappen wiskunde met 6 of 8 uur wiskunde. Voor de richtingen met volle pijlen is geen inhaalpakket noodzakelijk. Er zijn ook nog mogelijkheden voor andere richtingen, bijvoorbeeld economie moderne talen, economie wetenschappen en economie wiskunde. Daar, voor die drie richtingen, geldt dat er een inhaalbeweging nodig is voor economie. Ook mogelijk is om over te stappen naar de humane wetenschappen, maar daar, zoals eerder gezegd, zal een inhaalbeweging nodig zijn voor gedragswetenschappen en voor cultuurwetenschappen. Zo, hopelijk is een mogelijke studieloopbaan al duidelijk bij ons op school. De richting die wij bij ons op school niet hebben van het ASO is sportwetenschappen. Voor advies daarover kun je terecht bij het CLB. Bij het CLD kun je ook terecht voor uitleg over minder theoretische richtingen. Minder theoretische richtingen zijn dan richtingen die ofwel accent leggen op algemene vorming, technische vorming en praktijkervaring, het TSO dus, of vorming naar een beroep of voorbereiding op het hoger onderwijs, wat we het BSO noemen. Er is ook nog een derde onderwijsvorm. Naast ASO heb je dus TSO, BSO, maar we hebben ook KSO, kunstsecundair onderwijs, waar de algemene vorming op eenzelfde niveau wordt gegeven als het ASO, maar wat natuurlijk zeer specifiek is. Voor meer uitleg daarover verwijzen we jullie door naar onderwijskiezer of naar het CLB. De contactgegevens van het CLB staan op deze slide. Bovendien kun je het ook vinden op onze website of op hun website. Onze CLB-medewerker heet Bert de Blok en u kunt met hem een afspraak maken om een persoonlijk traject uit te stippelen. Dat brengt ons meteen bij een van de laatste dia's. Vraag raad, vraag info. We zitten in ongewone tijden, maar we staan ter beschikking om de studieloopbaan van de leerlingen zo goed mogelijk te begeleiden. Meer uitleg is beschikbaar bij de vakleerkracht. De titularis, die overigens te bereiken is door het e-mailadres in te tikken, voornaam plus familienaam @sbag.be. De leerlingenbegeleider van de eerste graad is mevrouw Uitenhoven. Haar e-mailadres staat er ook nog eens. Het CLB, meneer De Blok, bert.deblok@vclbgent.be. En bij mijzelf kunt u ook altijd terecht, telefonisch of per mail. En mijn e-mailadres staat op de website of u kunt het hier ook raadplegen. Belangrijk vinden we dat het advies van de klasraad in juni zeker en vast wordt opgevolgd. We hebben het genoegen gehad om uw zoon of dochter, om die te begeleiden van het begin tot het einde van het schooljaar, ook al is het nu een beetje een vreemd schooljaar. We doen ons best om zo goed mogelijk advies uit te spreken. Het is belangrijk dat die adviezen zeker en vast worden opgevolgd. Bovendien is het zo dat er nog een leerlingencontact volgt. Dat zullen we op afstand doen. Daarna volgt er nog een oudercontact om zo kwalitatief mogelijk het advies te formuleren van de leerlingen. Het is dan belangrijk dat begin juni beslist wordt met een herinschrijving. En na de proefwerkenperiode, na het laatste rapport in juni, is het belangrijk om dan eventueel nog een kleine wijziging te doen. En dan hebben we graag uiterlijk begin juli, kort na de liberatie, de herinschrijvingsformulieren, zodanig dat de leerling met een gerust gemoed in vakantie kan en dat wij verder kunnen met de schoolorganisatie van het volgende schooljaar. Belangrijk is dus om wijs te beslissen, het advies op te volgen van de klasraad, een beslissing te maken begin juni, die eventueel afhankelijk van het eindresultaat nog kan bijgestuurd worden, ook afhankelijk van het advies van de klasraad in juni, maar ook dan vragen we om zo snel mogelijk het herinschrijvingsformulier in te dienen. En vooral, vraag hulp, vraag advies, we staan klaar om verdere info te geven. Wil u verder nog een aantal zaken erover nalezen, dan kun je terecht op onderwijskiezer.be
En bovendien staat er ook nog wel wat informatie op de site van Katholiek Onderwijs Vlaanderen en onze eigen website. Bedankt voor uw aandacht en hopelijk tot gauw. Dank u.